Tegenwoordig is dus rapper, schrijver, columnist, maker van podcasts en labelbaas. En wij mogen vanavond bekendmaken dat hij de winnaar is van de Lennart Nijgprijs. De beste prijs voor tekstdichter. Ja, je staat in een mooi rijtje, hè? En mijn glaasje is leeg. Maar dat gaan we regelen. Dat gaan we maar je staat in een rijtje met Herman van Veen, Guus Meeuwers en Huub van der Lubbe. Ja. Zanger en dichter van de Dijk. Zeker. Dat is een... Dat is een goed trio, toch, om bij te zijn? Ja, zeker. Absoluut. Ja, mooie namen. Mooie mannen ook. Ja. Ooit gedacht dat je daartussen zou gaan? Wel gehoopt, natuurlijk. Ja? Dat is een antwoord, ja. Maar is het totaal anders, toch? Ja. Maar ook nee. Ik denk dat Huub van der Lubbe en Guus Meeuwis misschien in deze samenstelling wat meer op elkaar lijken. Maar zij liggen stiekem eigenlijk ook heel ver uit elkaar en ook weer niet. Ja. Maar heb jij iets met deze man of is dit van een oude generatie waar je... Ik vind Guus een hele sympathieke man in het echt. En Huub van der Lubbe... Vind je op tv heel goed? Nee. Dat ene nummer, het is stil in de stad. Ja, niemand in de stad. Of niemand in de stad, inderdaad. Het beste nummer over Amsterdam geschreven ooit. Oh. Ja. Je bent natuurlijk ook solo-artiest. Maar je bent bekend geworden, groot geworden... met de jongens van de jeugd van tegenwoordig. Waarmee je de taal verrijkt. Dat is ook een van de redenen dat je natuurlijk de prijs gekregen hebt. Woorden als intergalactisch... Lijkt het goed? Of zeg je de klemtoon verkeerd? Whatever. De wereld is zo plat, ja, op je billenbips. Ook Freddy. Voor daar. Ja. En natuurlijk. Wat zeg je? Ja, dat zijn allemaal dingen die Freddy gezegd heeft. Ja. En geschreven. Freddy is een van de andere leden van de band. Ja. Ja. Wat gebeurt? Je krijgt de prijs niet. Ja. Maar wat gebeurt? Is die wel van jou? Nee, is hij strokken. Ja, die zit niet dat heb je wel bijgedragen. Ja, dat naar hem. Een mooi gezicht. Een mooi gezicht. En een leuk aura. Een leuk aura. Goddomme. We gaan in ieder geval even kijken met je optredens met de jeugd tegenwoordig. Ja, Pepijn, we zien hier wat mensen meedelen in de zaal. Maar de man recht tegenover jou, die we toch vooral kennen als schaatser en rockliefhebber... is volgens mij ook fan, klopt dat? Ja, is fantastisch. Ja, ja. Ik heb ze een paar keer live gezien. Echt, dak gaat eraf. Ja, maar het is niet echt te vatten, vind ik. Het is zo origineel. In de muziek, in de tekst, in zoveel dingen. Ik denk dat dat resoneert bij heel veel. Zijn er ook teksten die jij ook zou kunnen optreunen? Ja, wie nou van welke drie is, dan... Maar ken je teksten van... Met mijn houtcultuur die ook zo duur, maar... Is misschien alweer van Willy? Nou, dat heb ik samen met Willy van Freddy gestolen. Dat is super ingewikkeld. En ben jij ook fan? Ja. Ja, ik heb jullie een keer in Artis gezien. Oh ja, in Artis? De laatste keer of de eerste keer? Nee, echt heel lang geleden. Volgens mij één keer van die eerste keren met die Zoomer Night. Ja, precies. Ja. En toen vond ik het echt zo leuk. En daarna ben ik nog 4 keer naar jullie toe geweest. Oh ja, wat leuk. Henk, een Heineken Musical. Ik hoorde van de week van een collega van hem een nummer op de radio. Ja. Dat vond ik indrukwekkend. Het nummer Daya van Willy Wartaal. Zijn album is vandaag uit, jongens. Enkelbangers. Ja. Stream het. Stream het. Maar bent u ook onder de indruk van de taal die gebruikt wordt in de nummer? Alles wat met taal te maken heeft, heeft mijn speciale belangstelling. Dus politiek. Dat vind ik leuk. Antwoord. Ja, hè? Ik ben oud hoofdredacteur. Geïnteresseerd in taal. Ja, zeker. Pepijn, wat ik dan weer heel grappig vind, is dat je eigenlijk ooit een gymnasiasje was. Ja, maar ik moet toch ergens vandaan komen. Ja. Was het toen al dat pielen met taal? Was dat daar? Nee, toen was ik alleen maar bezig met vloedjes. Ja, en toen kwam dat langzaam, toen je daar maar lang genoeg mee bezig was. Ja, nee, echt dingen maken en afmaken en dat het concreet werd... dat was eigenlijk pas toen ik studeerde. En ook langzaam merkte dat alleen maar ideeën hebben en daarover praten niet genoeg was. Nee, want toen je vroeg naar je inspiratiebron... kwam het voor ons toch enigszins verrassend, hè? Namelijk de oude hazes. Hoeveel ik van haar aan, dat ik niet kan wennen aan die andere vrouw.
Volledige moed. Ik begrijp je helemaal, maar waarom vind jij dit zo goed? Ja, er is los van de outfit. Ja, dat sowieso. Ja, maar er is geen enkele Nederlandstalige zanger die zo oprecht is. En waar het van begin tot einde helemaal mee klopt. Geen woord is te veel. En als hij iets zegt, dan klopt het ook precies. En hij maakt het niet mooier en ook niet vervelender dan het is. Maar dit nummer bijvoorbeeld, De Vlieger. Het is eigenlijk, het hele nummer bouwt toe nadat dat zoontje op een gegeven moment, spoiler alert, zegt dat hij niet kan wennen aan de nieuwe vriendin van zijn vader. En pas dan valt de rest op zijn plek. Ja, man, Hazes. Ja. En als je luistert naar Hazes, heb je dat niet dat je af en toe ineens weer een nieuwe zin hoort en dat je denkt, verrek, daar was hij helemaal weer. Ja, precies. On the money. Ja. Ja. Even genoeg over Hazes. Ja. We gaan het over jou hebben. En daar hebben we ook Sef voor meegenomen. Ja. Inmiddels vrienden. Jullie maken zelf samen muziek. Dat was niet meteen vanaf het begin zo, begreep ik. Nee. We waren eerst geen vrienden. Maar we vonden elkaar arrogant. Ja, we vonden elkaar vervelend. En toen op een gegeven moment stonden we bij het zoveeljarig bestaan van Topnotch in de Melkweg. In een situatie waar we niet konden doen alsof we elkaar niet zagen. En toen gaven we elkaar een hand. En toen was het gesprek, ik mag jou niet, ik mag jou ook niet. Oké, laat ik je de studio ingaan. En sindsdien zijn we vrienden. Henk, dat fotiek zit daar ja, in, hoor. Ik luister met heel veel belangstelling. Ja. Ja, we hebben jou gevraagd om wat teksten van Pepijn uit te zoeken. Mm-hmm. Waarvan jij zegt, daar herken je hem heel erg in. Of dat vind ik gewoon heel goed. Iets van de jeugd van tegenwoordig, wat hij wel geschreven heeft. Welke tekst? Deze tekst heb je uitgewerkt. Wil je met voorlezen? Ja. Verenigde Naties, ik ben aan als Kofi en kreeg wegens prestaties een aanheidstrofie. Wat maakt dit Pepijn en wat vind je er zo goed aan? Nou, ten eerste zit het gewoon heel slim in elkaar. Is de grap clever en gaat, denk ik, een goed mens de pet te boven de eerste keer dat ze het horen. En ten tweede heb ik deze ook uitgekozen omdat deze track was echt het moment dat ik echt fan werd van Pepijn als rapper. Omdat ik deze verse hoorde en dacht, jezus, hij is stiekem echt heel, heel erg goed. En iemand met wie ik serieus rekening moet houden als concurrent. Een zeer geduchte concurrent. Toen heb je maar in je armen gesloten. Ja, toen begrijp ik dat geworden. Natuurlijk. Ja. Dat is hoe het werkt. Ja. En het is gewoon tof. Gewoon echt spelen met woorden op een toffe manier. Ja. Ja. Ik kan me voorstellen dat de vraag, kom je op die teksten, dat je denkt, die heb ik echt al een miljoen keer gehoord. Maar zit daar bij jou een systeem achter of een methode of een boswandeling? Of... Nee, niet per se. Soms vallen dingen gewoon ineens op zijn plek. En dan denk je, ja, dit is heel tof. Hier ga ik mensen helemaal gek mee maken. En soms heb je ook gewoon een nummer opgenomen en dan gaat iemand er nog mee aan de slag en dan hoor je het een paar weken of een paar maanden later nog een keer en dan denk je, heb ik dit gezegd? Oh ja? Wat bedoel ik hier ook weer mee? En dan slaat dat heel erg aan bij mensen. Maar is dat ook een soort flow waar je dan ingezeten hebt, waardoor je dan echt even... Ja, soms ben je gewoon heel erg gefocust op, ik moet dit zeggen of ik wil heel graag dit zeggen. En soms is het ook gewoon meer een soort hele snelle hinkstapsprong naar een gek einde. En dan pakt dat heel goed uit. Ja. Want Sef neemt dit als ultiem bewijs van jouw kunsten. Ja. Vind je dat zelf ook? Of dacht je deze... Ik heb deze niet geschreven. Twee bars. dit was toevallig, waren wel twee zinnen die ik echt al een tijdje in mijn binnenzak had. Waarvan ik dacht, oh ja, dit moet ergens op terechtkomen. En... Nou, deze hele verse is echt niet normaal. Appje zitten we ook te lezen. Kan je er wat mee? Snap je nou? Is het viraal? Nauwelijks. Kofi Annan? Ja. Dat was wel duidelijk. Ja. Nou ja, dat. Goeie vraag, Alp, op zich. Is die viraal? Toch? Absoluut. Ja. Je hebt er nog wat. Je bent naast de jeugd van tegenwoordig ook solo-artiest. Ja. Schrijf je eigenlijk weer hele... Nou ja, het lijkt ook... Ik bedoel, jij bent jij, dus je schrijft... We herkennen het allemaal wel. Het zijn ook weer andere liedjes. Jij hebt daar, Sef, ook een tekst van uitgekozen. Ja. Soms laat ik haar 's avonds wachten. Ben ik ergens een draak aan het slachten. En als ik praat, dan lacht ze. Het is niet heel groot,
maar wel heel groot en heel veelzeggend. En gewoon heel erg eerlijk. Hazes-stijl. Ja, waarom? Nou, het is niet mooier dan het is, maar wel mooier gezegd misschien dan je het normaal gesproken zou zeggen. Ja, en als je hem zou vertalen, of valt dan alles dood? De draak die geslacht wordt, waar hebben we het dan over? Of moet je het voor zichzelf invullen? Ja, daar kan je van alles van maken. Ik maak ervan dat je iets een enorm groot ding aan het ondernemen bent. Of in ieder geval wat voor jou heel groot is, maar misschien wel helemaal niet bestaat. En als ik praat, dan lacht ze. Dat is toch... Ja, nou, daar zit onze chef-kok. Ja. Waarom zit jij te lachen, Justin? Ik vond het een heel mooi Ja, en wat was jouw interpretatie? Ja, ik dacht dat je dat ging vragen. Ik dacht dat het een andere vrouw was. Ben ik ergens een draak aan het zien? Ik ook! Ja, dat was het eerste wat in mij opkwam. Ja, ik ook. Ik ben een draak aan het zien. Ja, we gaan even kijken naar jou als solo-artiest. Uniform, shit is als een leger. Orders aan de bar, klinken als bevelen. Private, 8 bier, 8 jenever. Sir, yes sir, in 8 blue label. In mijn huisje woont een echte prinses. 'S Ochtends ligt ze naast me in bed. Ik hoef niks meer te bewijzen. Jij maakt goed van al mijn fouten. Laat alle anderen verdwijnen. Ik red het wel alleen met jou. Sef, en toen je vertelde dat jullie samen de studio in zijn gedoken. Dus jullie hebben ook nog samen teksten geschreven. Betekent dat echt dat je de een komt met de tekst de ander? Of zitten jullie dan samen te knallen? Nou, we zijn het gebeurt wel eens dat iemand iets zegt van ik heb dit. En dat iemand anders dan zegt, oh, misschien moet je dit daarna zeggen. Maar we zitten wel gewoon om zijn beurt dan teksten te schrijven. Hij nog iets sneller dan ik. Maar in de studio? Ja, in de studio. Ja, ja. Ja, hoeveel nummers schrijven jullie op een dag wel eens? Het is wel eens... Ja, echt wel opgelopen tot... Wat hebben we niet? 13 tracks in 2 dagen opgenomen voor... Zoiets, ja. Maar dat doe je niet op een kopje munt, hè? Misschien een klein beetje rode wijn, maar echt pas aan het einde van... Dat was heel grappig, want we hadden afgesproken met allemaal jonge producers. En die waren zoveel aan het blowen dat we gewoon helemaal contact high waren geworden. helemaal panisch. Ja. Als in meeroken bedoel je? Ja. Maar ik ben het helemaal niet meer gewend. Ik vind het ook helemaal niet relaxed. En toen moesten we wel rode wijn drinken om een beetje te neutraliseren. Ja. Maar als we dat aan het begin van een van de dagen hadden gedaan, was dat niet gebeurd. Nee, daar moet je wel wakker voor blijven. Nuchter. Het is ook gewoon werk uiteindelijk. Ja. Wel het allersickste werk wat er is. Heel veel muzikanten zijn die denken 13 tracks in 2 dagen. Ja. Heb je dan maak je dan eerst de tekst of heb je eerst de muziek? Of wat? Het kan allebei. Maakt niet uit. Je moet alles kunnen. Alles kunnen. En maar dat ontstaat daar. Of kom je binnen met... Er is gewoon op een gegeven moment een moment dat je denkt, ja, dit is een goed idee. Deze beat is tof, of dit onderwerp is tof, of dit melodietje. En zodra dat er is, dan volgt de rest eigenlijk vanzelf. Soms is ook wel eens een titel van een nummer. Ja. En dan op een gegeven moment is het van, oh ja, misschien is dit dat nummer. En dan moet gewoon het nummer nog bij de titel geschreven. Ja. Waanzinnig, man. Maandag is het zover. De Buma Awards worden aanstaande maandag uitgereikt. Morgen start met de wereldbekerfinale.